Wij openen vandaag officieel in Inkendaal een unieke sensory trail. Een pad volledig aangelegd met duurzame materialen te midden van onze prachtige parkomgeving, waar onze revalidanten met paardentherapie kunnen voelen, over het pad gaan, kunnen ruiken, voelen, proeven. Eigenlijk heel de therapie outdoor in Inkendaal met gespecialiseerde hypotherapeuten, maar ook een prachtige vrijwilligerswerking. Een uniek beleefparcours waar wij 6 jaar geleden aan begonnen zijn aan de geboorte van dat concept. En waar dat vandaag heel wat mensen een ongelooflijke ervaring kunnen hebben met deze trail. Die toch wel heel veel gebruikt wordt voor mensen die hier verblijven. Maar ook mensen op termijn willen we ook in de ambulante therapie daar verder kunnen op inzetten. Omdat wij toch wel geloven dat een revalidatie kunnen aanbieden in een buitenomgeving. Met duurzame materialen en contact met de natuur een ongelooflijke outcome genereert voor heel veel patiënten, maar ook in de buurt wordt het ook erg gesmaakt. Wij danken ook heel bijzonder vandaag alle mensen die zich achter dit initiatief hebben gezet. En vooral onze medewerkers zelf, onze therapeuten, die volgens het internationaal wetenschappelijk model van multidisciplinaire revalidatie met dieren dit concept hebben laten realiseren. Daar. Welke kleur is het? Daar. Wat is het? Blauw. Blauw. Blauw mag in de blauwe hoek. Probeer maar te gooien. Kijk, goed, Siza.